Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 19 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb de deur wel even openstaan. Het is zo'n 21 graden. Misschien dat ik het raam nog even openzet, want ik probeer nog steeds een beetje de temperatuur in huis wat naar beneden te krijgen. Die staat op 24,5 graad. Het zou fijn zijn als die minimaal naar de 22 zou kunnen, maar of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Gisteravond heb ik nog even gegamed met de groep, dat was wel leuk, en de BNB Vol Liefde gekeken. Ik moet zeggen dat ik er nu wel meer van ga genieten, dat ik nu in het tweede weekje weet de mensen nu wat beter. Hè? Omdat je nu voor de tweede week kijkt, leer je ze wat beter kennen, dus ik vind het nu wel leuk worden. Dus dat is wel fijn. Ik heb mijn vlog afgemaakt, dus die staat klaar. Ik hoef alleen nog een thumbnail te maken, dan kan die geüpload worden voor morgen ingepland. Ik heb mijn foto's bewerkt, ik moet nog even één nieuwe maken, want die vond ik niet mooi geworden. Dus ik denk dat ik dat straks gelijk even doe, dan ben ik er ook, heb ik het ook gewoon gedaan. En nou, toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en van Spijker ben ik lekker naar bed te gaan om mijn boek te lezen. Ik ben een heel leuk boek aan het lezen, het leest gewoon lekker makkelijk weg, dus dat is fijn. Die Hollandse boontjes waren heerlijk. Ze zijn deze week alweer in de aanbieding bij de Boni. Dus ik ga ze morgen weer lekker halen. Ze waren echt fantastisch. Mijn moeder vond ze ook heel lekker. Die had ze natuurlijk ook meegenomen. Ik ga zometeen even een was aanzetten. Ik ga eventjes hier de woonkamer doen. Daarna ga ik de cadeautjes voor lente inpakken. Want die is zaterdag jarig. Dus dan staat het gewoon klaar. Dat vind ik ook wel fijn. Ik heb nog twee pakketjes binnengekregen. Die ga ik jullie ook nog even laten zien. Ik was gisteren nog wel eventjes heel erg boos. Mijn moeder die vertelde al dat zij was naar Hart van Nederland aan het kijken, de vroege editie. En toen vertelde ze dus al dat er weer een item in zat over een kitten die wat is aangedaan. Ik kraag niet eens mijn mond uit wat ze dat beestje hebben aangedaan. Dat vond ik zo kwalijk. Dus ik was al helemaal kwaad. Dus ik zei ook tegen mijn moeder, nou goed dat ik het weet, omdat ik dan altijd 's avonds kijk. Ik zeg, dan kan ik in ieder geval het geluid zacht zetten, even de teletext erop en anders even wegzeppen naar een andere zender. Want ik wilde dat absoluut niet zien. Maar ja, toen zat ik even op social media en toen waren er toch mensen die dat dus toch al deelden. En toen zag ik het alsnog en dat deed me zoveel pijn en ik werd alleen maar bozer en bozer. Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet dat mensen zo kunnen zijn met dierenleed. Echt, ik begrijp het niet. Ik word er zo kwaad van. Dus ja, dan zie je maar weer. Dan zie je het toch terwijl je dat niet wil. Dat vond ik echt niet leuk. Ik ga even de pakketjes laten zien en dan ga ik eventjes aan de gang. Dan neem ik jullie straks even mee bij het inpakken van de cadeautjes van Lente. En dan zal ik uiteraard ook laten zien wat ik voor haar heb gekocht en voor Yara. Oké, ik zal eerst even wat uitleg geven. Als je mijn vlogs langer volgt, weet je dat ik frequent Ajax-fan ben. Ik kijk eigenlijk bijna elke wedstrijd en ik vind het heerlijk om er naar te kijken. Ik moet wel zeggen, afgelopen jaar wil ik natuurlijk zo snel mogelijk vergeten omdat we het heel erg hebben verpest. Maar oké. Dus ik zat al een tijdje in mijn hoofd met het feit, het zou wel leuk zijn als ik in stijl zou kunnen kijken met een Ajax-shirt. Nou ja, ik was daar een beetje aan het rondkijken. Die shirts zijn over het algemeen best wel prijzig. En toen was ik dus vorige week op de braderie en daar hadden ze dus ook Ajax shirts. Het waren denk ik wel gewoon namaak shirts of hele oude shirts. Die konden ze daar dan ook bedrukken voor op zich wel een prima bedrag. Maar die shirts die kon je pas heel laat in de avond ophalen met de bedrukking. En tegen die tijd was ik al lang thuis, dus dat heb ik toen niet gedaan. Toen ben ik even gaan rondkijken op internet en toen kwam ik het shirt van afgelopen jaar tegen. En die was nu in de korting. Omdat de nieuwe shirts zijn aangekondigd. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de nieuwe shirts er niet uitzien. Het thuisshirt is echt heel lelijk. Het uitshirt gaat nog wel, maar die vind ik echt niet mooi. Dus toen kwam ik het shirt tegen van 2022-2023 met een fikse korting. En die heb ik gekocht en laten bedrukken. Dus ik heb dus nu een Ajax shirt. Het is dit shirt. Het valt wel onder de mannenshirt. Dat vind ik op zich wel raar. Want ja, op zich weet je wel waarom moet het dan. Ja, daar valt het gewoon onder. Je hebt ook wel de dames shirts, maar die zijn dan ook echt van het dames elftal. Daar heb ik zelf niet zoveel mee. Ik heb het shirt van afgelopen jaar gekocht. En op de achterkant heb ik mijn naam laten zetten. Met nummer 10. Nou, dat is nog wel een dingetje, want ik had het shirt laten bedrukken.
En ik heb het shirt besteld. En dezelfde dag komt er naar buiten dat de nummer 10 van Ajax vertrekt. Want ik heb het nummer van Tadic genomen. En die is, as we speak, vertrokken bij Ajax. Dus ik heb nu wel een shirt met een nummer die van een ex-Ajax ziet. Misschien komt er een nieuwe nummer 10. Maar goed, ja, ik had hem al laten bedrukken. Dit maakt ook niet uit. Ik vind het heel mooi staan. Ik zal hem zo even voor jullie aandoen. Dan kunnen jullie ook zien hoe die valt. Ik heb een S'je genomen. Ik ben er heel blij mee. Ik kan me voorstellen dat heel veel kijkers misschien hier helemaal niks mee hebben. Maar goed, ik wilde het toch heel graag delen. Want ik ben er heel erg blij mee. Dan heb ik nog een pakje van de Bon 3. Die verpakken tegenwoordig ook in dit soort verpakkingen. Ze deden dat al wel. Open hier staat er. Dat is altijd wel fijn. Oh ja, zie, kijk, want als je dat terug moet sturen, zit er gelijk zo'n strip aan. Dat is op zich wel handig gedaan. Daar heb ik... die valt wel groot, denk ik. Even openen. Jana, kort. En kijk, die ziet er zo uit. Met een poes erop. Vond ik wel heel leuk. Ik heb 36, 38. Maar ja, ik vind deze pyjama's gewoon heel fijn. Ook nu gewoon. Ja, nu het zo warm weer is. Dan vind ik het gewoon heel lekker zitten. Deze slapen ook nog wel lekker. Weet je, met mouwtjes vind ik het al minder slapen. Want dan ga ik zweten. Dus dat is dit pyjama shirt met de poes erop. Die vond ik wel heel leuk. En ik heb nog een ander shirtje. Die vond ik zelf ook heel leuk. Ik ga niet alles aandoen hoor. Dat zien jullie vanzelf wel een keertje. Kijk, dat zijn deze lippen. En die heeft dan een off-shoulder. Dus aan de ene kant een bandje en aan de andere kant heeft hij dus een mouwtje. Ik vond hem wel heel leuk. Past wel bij mij, aangezien ik ook altijd lipstick draag. Zo. Dus ik vond hem wel leuk. Dus dat is dat. Ik ga even het Ajax shirt aan laten zien en dan ga ik aan de gang. Dan kan ik deze spullen mooi wassen. Hier zat trouwens ook een heel wasvoorschrift bij. Dat vond ik wel fijn dat je de eerste periode echt even apart moet wassen en zo. Dat vond ik wel heel netjes. Voor de mensen die willen weten waar deze vandaan komt, bij de voetbalshop.nl. Dus niet uit de Ajax site of Ajax shop, want dan hadden ze dus alleen nog maar de nieuwe. Oh, je moet hem de eerste keer moet hij koud gewassen worden. De eerste 4 tot 5 keer apart. Binnenste buiten, 40 graden. Nee. Oké. Nou, prima. Helemaal goed. Ik zal het even laten zien en dan ga ik aan de gang. Nou, ik heb dus een S'je en het zit eigenlijk wel heel netjes voor een mannenshirt. Vind ik prima. Zo zit hij dus. Ik vind hem heel mooi. Net wat ik zeg, het is dus het oude shirt van vorig jaar, maar ik vind hem gewoon heel netjes zitten. Dus hier kan ik prima mijn wedstrijden in gaan kijken. Ben ik helemaal in tenue en zo ziet de achterkant van uit. Kan ik dat laten zien? Ik weet niet of ik het nu laat zien, jongens. Ik kan niet zien wat ik nu film. Even kijken hoor, als ik het schermpje iets die kant. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, goed, dat zie ik wel met editen, maar ik ben er heel blij mee. Ik had ook nog dit jurkje gekocht. Die is voor mijn oma. Die geeft mijn oma dan van Babyborn. En is wel heel leuk, want er zit ook een haarbandje bij. En aan de achterkant gaat hij dan met klittenband open, dus dan kan de pop ook aangekleed worden. Het is niet helemaal het jurkje wat op het lijstje stond, maar die hadden ze niet. Ik had even overleg gehad met mijn moeder en toen zei ze, nou deze is ook wel heel leuk, dus heb ik deze gehaald. Lente die wil dus graag een Minnie Mouse feest. Dus nu heb ik deze Minnie Mouse kaart voor haar gekocht. En dan ga ik dus aan de binnenkant mini stickers, stempeltjes doen. Dat is wel super leuk. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan kan ik hem schrijven en dan kan ik hem op tijd op de bus doen. Een drietje erin, hoe ik hem alleen al schrijf en op de envelop.
Ballonnen, want ja, dat hoort natuurlijk bij een verjaardag. Want ja, ik kan net met de postzegel dus eventjes morgen schrijven en dan kan het mooi op de bus, dus blij mee. Nou, even de cadeautjes. Voor lente heb ik deze speen van Baby Born. Die stond op het lijstje. En deze herken ik nog wel van vroeger. Want vroeger had Baby Born een knuffeltje van dit eentje. Dus dat is zo'n magisch speentje. Dan heb ik dit leuke mega kleur en stickerboek gekocht van Minnie Mouse. Er zitten dus allemaal kleurplaten in. Maar dus ook hele leuke stickertjes. Deze puzzel van Peppa Pig. Het zijn dus 4 puzzeltjes van 12 stukjes, 16 stukjes, 20 en 24 stukjes. Is heel erg van puzzelen tegenwoordig. En deze leuke beker, die stond ook op de lijst. Zat ook Katrien Duk op, zie ik. Heel leuk. Maar die heeft dus ook zo'n... Kijk, die heeft dus zo'n rietje. En dat vindt ze helemaal geweldig. Want Nathalie heeft zelf ook zo'n fles, ik ook. Maar ze vindt het dus helemaal leuk om daaruit te drinken. Dus een mini beker. En voor Yara heb ik dus deze gekocht. Ik denk dat Lente hem ook helemaal fantastisch vindt. Maar ja, deze is echt voor Yara. Er zit wel een klein... Oh nee, kijk, een heel leuk shirtje van Minnie en Mickey Mouse. Ja, het is wel ja, niet echt roze. Nou, het is eigenlijk niet zo van het roze voor Yara. Maar ik vond hem wel super leuk. Dus dit heb ik dan voor de meisjes gekocht. En dat ga ik dus even inpakken. Want Lente is natuurlijk zaterdag al jarig. Cadeautjes mooi ingepakt, zoals je kan zien ook helemaal in het thema met Minnie Mouse en Katrien. Dus nou, we zijn helemaal in het thema en dan is dat in ieder geval klaar. Dus dat vind ik wel fijn. Dan kan ik dat mooi wegleggen en heb ik daar geen omkijken meer naar. Zo, ik ben weer lekker klaar. De woonkamer is weer heerlijk schoon. Even goed ook het kleed afgezogen. Nou, alles gewoon weer lekker goed gedaan, dus dat was heel fijn. Ik had wel jammer, heb je het net klaar en dan komen er weer dingen van die krap al af. Maar ik moet, als ik weer bij de welkoop kom om katten te halen, moet ik ook eventjes dat touw weer halen. Dan kan ik die krap al weer even opnieuw bekleden, want ze gebruiken hem nog steeds heel veel, maar het ziet er weer niet meer uit. Tot de ventilator even aangedaan, toch een stukje het raam open. Nou, ik ben ook blij dat de cadeautjes lekker ingepakt zijn, dus allemaal wel heel fijn. Dan staat dat klaar en... ja, dat is gewoon allemaal wel lekker dat het klaar is. Ik heb even wat oud papier bij elkaar geraapt. Ik heb net eventjes mijn was opgehangen. Die was al klaar. Dus ja, best wel productief geweest. Nu ga ik soms dan eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond weer gewoon, ik weet er alles van. Ik hoorde dat ze nou volgende week de junior editie hebben. Want volgende week is het als goed is voor het laatst. Want dan beginnen ze 1 augustus met een ander quizje met tel backhand. Nou, dan ga ik gewoon weer BNB Vol Liefde kijken en nou, nog even die foto opnieuw doen. Dat ben ik nog vergeten, dus dat moet ik straks wel eventjes doen. Dan ga ik dus mijn blogpost schrijven, de vlog inplannen, even thumbnail maken en lekker verder met mijn Netflix-serie. Daarna nog even van spijken en dan weer lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik weet ook nog niet hoe laat mijn coach morgen komt, dus misschien hoor ik dat nog. En anders dan moet ik daar eventjes... op afwachten. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Moet je kijken hoe lelijk die nagellak inmiddels is. Ik weet niet of je het scherp stelt. Het is echt heel lelijk geworden. Hij blijft niet zo goed zitten. Maar goed, ik ga eventjes relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 20 juli. Ik ben klaargemaakt. Vandaag is weer boodschappendag. Ik heb echt letterlijk nog geen idee hoe laat mijn coach er is. Dus ik wacht wel gewoon af totdat ik een berichtje krijg. Ik heb lange mouwen aan. Oh, muis. Zo, schoon. Ik heb een blouse aan. Die heb ik vorig jaar in Duitsland gekocht. Ik dacht, ja, weet je, het is 20 graden buiten. Niet super warm.
En ja, ik moet de deur uit. Dus op zich vind ik het wel lekker om lange mouwen aan te doen. En misschien hoef ik dan nu geen jas aan. Dus nou ja, ik dacht, doe ik dat gewoon. Gisteravond heb ik nog eventjes gegamed met een groep. Maar het is niet zo heel lang geweest. Want ja, we waren ook allemaal wel een beetje moe. Of moesten er weer vroeg uit voor te gaan werken. Dus toen ben ik daarna gewoon de B&B Vol Liefde verder gaan kijken. Dus ik had al wel een deel gezien. Dat was wel, ja, op zich wel leuk. Maar ik denk dan soms wel, hebben sommige mensen dan best wel een bord voor hun hoofd, zeg maar. Dat was bij Walter. En Walter is een beetje een spiritueel persoon. Ja, ik word er een beetje zweverig van, hoor. Maar goed, die twee dames die daar nu zijn, die voelen zich daar helemaal fijn in. Er was een van die dames jarig. En die vroeg op een gegeven moment dus ook aan hem van, ja, hoe zie je mij? En nou ja, hij zag het niet zitten om een langere liefdesrelatie met haar aan te gaan. Die gevoelens had hij niet. Vraagt ze daarna ook nog om een kus. En dan denk ik van, oké, maar hij geeft net aan dat hij die gevoelens niet voor jou heeft. En dan ga je dat vragen. Dan heb je wel een beetje een bord voor je hoofd, hoor. Ik vond het toch wel een beetje apart. Ik denk, ja, hoeveel afwijzingen wil je op één dag krijgen? Maar goed. Toen ben ik eventjes mijn laatste fotootje gaan bewerken die ik nog moest doen. Want ja, die had ik even opnieuw gemaakt. Toen heb ik mijn blogpost geschreven en ben ik even een thumbnail gaan maken. Heb ik de vlog ingepland. En toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Vanavond de laatste aflevering. En dan zal ik heel even nakijken. Want als het goed is, ik heb dus zo'n hele handige app. Die heet TV Time. En dan kun je dus ook je series inzetten die je hebt gezien. Maar dan krijg je dus ook een melding zodra er een nieuw programma online komt. Maar er staat dus nu niet bij. Hoe heet het, zou ik komen? Sweet Magnolia's. Kijk, want hij staat er wel in, maar er staat dus niet bij wanneer die begint. Dus misschien vandaag. Ik ga het zo wel eventjes opzoeken. Dus dat zou mooi zijn. Daarna nog even van spijken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus ja, nu ga ik wachten. Ik ga gewoon even stofzuigen en de bakken scheppen. Ga ik gewoon even wat kleine klusjes doen. En dan wacht ik wel tot ik een berichtje krijg hoe laat zij er is. Dus dat is eigenlijk voor nu ook wat ik ga doen. Ik zal jullie straks nog wel eventjes meenemen. Ik heb trouwens weer zo'n scrunchie met sjaaltje in mijn haar. Dus nou ja, goed. Dan ga ik dat gewoon doen. Dus ik neem jullie straks nog even mee met de boodschappen. Dus nu ga ik gewoon even wachten. Boodschappen. Ik zal het eventjes laten zien. Ik heb deze watjes bij de... Het zijn van die wasbare watjes ook. Hele grote. Die hadden ze bij de Aldi. Die heb ik nog gekocht. En voor mijn oma even een bodylotion. Want dan ga ik volgende week heen. Dan heb ik een cadeautje om te geven nog voor de verjaardag. En ik zei tegen mijn moeder, ik kan beter iets doen wat ze opgebruikt. Dus ik heb een bodylotion. Ook wel een verzorgende, want er zit ook een hydrocomplex in, avocado, olie en vitamine E. Dus dat is altijd wel goed. Frikandellen. Deze was nu weer €2,89. En die andere die was inmiddels wel €3,99. Die was echt weer een euro bovenop gekomen. Ik heb deze gedaan. Ga ik straks even lekker broccolietje eten. Ik heb weer ook weer even slimpje meegenomen. De bosvruchten. En de andere even onderin. Slavinken.
Deze waren met 50% korting. Dat zijn waterdrops. Die kun je in je water doen. Dan krijg je dus een smaakje aan je water. Ik heb pomgranaat genomen. Ik dacht, nou, ik wil gewoon eens even proberen of dat lekker is. Omdat ik heel slecht gewoon water drink. Tekjes. Hier was de andere Slimpy. Daarbij heb ik voor vanavond een varkensschnitzeltje. Mijn latte opschuimmelk weer. Voor jaren heb ik nog deze sokjes meegenomen. Die vond ik zo lief. Ik dacht, pas helemaal in het thema. Kan ze echt samen zijn met Lente. Lente vindt het ook leuk samen met Yara. Andere tasje. Nog twee pakketjes erin. Zal ik het ook even eruit halen. Boontjes. Toetjes. Er zitten nou niet meer die stokjes op waarmee ze kon invriezen. Ik vond het ook heel lastig. Want ze plakten ze bovenop. En dan elke keer had je al bijna een toetje open liggen als je dat eraf trok. Dit jurkje nog van de Lidl. Kattenvoer. Spekjes. Twee keer cola. Twee keer deze dubbelfris. Die was nu bij Lidl in de aanbieding voor 2 euro. Twee pakken chocomel. Want ik merk toch dat ik er elke keer snel doorheen ben. En jus. Dus dat heb ik gekocht. Ik ga het, oh ja, en de pakketjes zal ik nog even laten zien. Dat vergeet ik bijna. Ik heb hier allereerst een schroevendraaiertje voor mijn bril. Want mijn bril, die pootjes, die zitten heel erg los. En elke keer, ik kan niet zo makkelijk natuurlijk naar de opticien, omdat die hier niet zit. Dus ik heb nu een heel klein mini schroevendraaiertjes. Ik hoop dat het past. Ja, als het niet past, moet ik het gewoon terugsturen. Kijk, dan kan je even zelf je pootjes mee aandraaien. Hij is heel klein, maar er zitten dus ook allemaal nog kleine andere dingetjes op waarmee ik het aan. Oh, schroefjes zitten erbij. Sorry. Dus nou, ik hoop dat ik hem daar even mee kan aandraaien. Dus dat leek me wel handig. En de laatste die ik had is deze. En dat is een clearstem background. Die kun je dus een achtergrond maken voor met je clearstem. Dus dat leek me wel heel erg leuk. Dat is dat. Ik ga even opruimen. Dan ga ik eventjes wat drinken en ga even relaxen. Dan ga ik lekker douchen en dan straks eten koken. En dan ga ik vanavond lekker weer, ik weet er alles van, kijken in de BNB Vol Liefde. En dan ga ik eventjes mijn foto's verder afbewerken. Misschien al een beginnetje maken met de blogpost. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en daarna weer van Spike. En daarna ga ik lekker mijn boek lezen. Dat wordt het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even wat drinken en eventjes opruimen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Deze vrijdag, het is vandaag 21 juli, ik ben klaargemaakt. En vandaag is mijn opa jarig, die is 89 geworden. Super mooie leeftijd natuurlijk. Ik ga er verder niet heen, ik ben er vorige week eventjes geweest toen ik naar de braderie ben gegaan. Ik heb wel een kaartje gestuurd, dus dat is het ook. Het stinkt hier. Ik heb alles even opengezet, want ik merk toch dat ik het binnen toch nog wel een beetje vies warm vind. Ik dacht, nu kan het nog even. Er is best wel wat regen voorspeld. Ik geloof ook dat ze het over onweer hebben gehad. Maar ik dacht, ik zet even de boel open. Maar er ruikt buiten een hele erge fikse brandlucht. En dat ruikt niet lekker. Dus die lucht die komt nu wel een beetje naar binnen. Dus ik denk niet dat we heel lang kunnen luchten. Ik heb ook op de slaapkamer het even opengezet. Want ik ging naar bed en in eerste instantie ventilator niet aan. Toen kreeg ik het toch warm, ventilator aangezet. Toen kreeg ik het weer koud met de ventilator aan, toen weer uitgezet. Ik was een beetje aan, uit, aan, uit. Het was een beetje vervelend. Ik heb wel lekker mijn boek uitgelezen, dus dan mag ik met de nieuwe beginnen. Er is ook nog een derde deel, maar die is helaas heb ik nog niet kunnen vinden. Dus daar moet ik even op wachten. Gisteravond had ik lekker gegeten. De broccoli die was verder lekker. Dus eventjes lekker gekookt. Dus dat was prima.
Hier heb ik nog een deel van de keuken schoongemaakt, want dat was ook wel eventjes lekker. Ik had gistermiddag al even het een en ander gedaan, want ja, ik moest toch wachten op mijn coach. Ik kan me wel even nuttig maken. Twee lades opgeruimd. Ik wil voor die ene lade moet ik eigenlijk wel even een mandje hebben. Maar ja, ik weet niet zo goed waar ik die hier moet halen. Die kon ik niet vinden. Toen heb ik nog even wat dingen schoongemaakt en zo. Was even opgeruimd, dus op zich best wel productief geweest. Nou ja, gisteravond heb ik gewoon lekker ik weet er alles van gekeken. En daarna weer B&B Vol Liefde. Ik heb nog heel even een game gedaan. En toen ben ik ook de foto's verder helemaal gaan afbewerken. Dus dat is allemaal klaar. Ik had gistermiddag even een paar nieuwe gemaakt die ik niet mooi vond. Dus dat was allemaal gelukt. Toen ben ik lekker de Netflix-serie gaan kijken. Ja, ik vond het wel een mooie serie, maar het einde vond ik een beetje jammer. Ik was ook eigenlijk wel heel erg benieuwd. Het ging dus over een aantal vriendinnen die op een roadtrip waren. En daar gebeurde dus van alles, maar ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe het dan weer zou zijn als ze weer thuis zouden komen. Omdat ze zelf ook best wel met wat problemen te kampen hadden. Maar dat kreeg je dan verder niet echt te horen. En dat vond ik wel jammer. En daarna weer van Spike, dus dat was het ook. Ik ga zometeen eventjes een handwasje doen met de jurkjes en zo. Want ik wil er morgen ook eentje aan, dus die kan dan mooi nog even droog worden. Ik ga lekker de slaapkamer doen. Is even hard nodig, daar heb ik ook wel zin in. Dus ik ga jullie daarin meenemen. En nou, dan doe ik vanavond nog even dat laatste cadeautje van Yara even inpakken. Dus dat wordt even de planning. Dus ik ga eerst even het handwasje doen. Moet ik even de boodschappen nog naar boven brengen. Dus dat is voor nu de planning. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja, ik heb nog wel even mijn nagellak verwijderd. En ook even wat nagels bijgeveld. Die waren weer in slechte staat. Dat heb ik allemaal mooi klaar. Dan kan ik er vanavond even een nieuw lakje op doen. Dat vind ik wel leuk als ik dan wegga om eventjes gelakte nagels te hebben zoals morgen. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker aan de gang. Ik ben klaar, maar het viel me even zo zwaar. Dan begin ik echt met volle moed en volle energie. Ik heb die handwas gedaan, dus die kan ik straks nog ophangen. En op het laatste stukje, ik voelde de energie zo uit me wegcijpelen. Ik weet niet wat het was. Gewoon heel erg last van mijn rug. Ik voel mijn hand ook gewoon nog steeds zo erg. En het ging gewoon even niet van een leien dakje. Ik dacht echt, oh, ik wil klaar zijn. Ja, nu ben ik wel klaar. Maar ik voel me even zo, ja, soort van vermoeid lijkt het wel. Ik kan niet zo heel goed uitleggen, maar het voelt niet echt heel fijn. Ik kan er niet helemaal helder nadenken. Ik heb hier ook een klitje, zie ik. Die moet ook even goed uitgekamd worden. Ik vond het toch pittig. Ondanks dat het niet super warm is. Ik weet niet eens hoe warm het is. Ik heb mijn telefoon hier niet liggen. Nou, volgens mij, ik weet niet of ik het op de iPad ook kan zien. Als het goed is wel. Nee, moet ik toch even opstaan. Ja, de boel natuurlijk open. Er is nog geen regen, maar... Even kijken hoor. Ja, het is 19 graden, dus het valt reuze mee met de warmte. Maar ik heb het gewoon nu echt even heel erg warm. Ja, net wat ik zeg, ik vond het gewoon pittig. Ik heb wel even alvast de sokjes voor Yara nu ingepakt. Ik heb alles al in een tasje zitten, dus dat staat klaar.
Nu ga ik zo eerst eventjes wat drinken en lekker relaxen. Dan ga ik daarna lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer kijken naar Ik weet er alles van en Anoniem. Dan kijk ik de BNB Vol Liefde morgen wel terug. Nou, dan ga ik mijn video in elkaar zetten. Ik denk nog wel even gamen. Mijn blogpost schrijven, daar ben ik denk wel even mee bezig. En dan daarna ga ik Sweet Magnolias kijken op Netflix. En ik ga nog even kijken wat ik ga kijken op Videoland. Want dat weet ik nog niet, want Mokro Mafia komt natuurlijk niet meer. Maar ik kom vast wel iets tegen. En ik ga een nieuw boek starten. Ik ga ook even die klit uit mijn haren kammen. Dus dat ga ik even doen. Ik ga de camera op de oplader leggen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. Het is 22 juli. Dat betekent dat lente jarig is. Ik zou hem nog even hebben, maar we moeten onverhoopt eerder weg. Dus ik voel een beetje stress, want ik moet me nu heel snel klaarmaken. Ik kwam een beetje onverwachts. Dat was niet helemaal hoe de planning eruit zag, want ik zou gewoon eigenlijk nog even hebben. Maar ja, dat heb ik niet. Dus nu moet ik me even heel snel klaarmaken. Nou ja. Vandaag dus lentejarig, daar ga ik dus zo meteen heen, maar we moeten dus eerst even wat anders doen. En ja, zoals ik zeg, nu even stress, want dat lag niet helemaal in mijn planning, van niemand eigenlijk. Maar ja, het is wat het is. Ik heb gisteravond weer gekeken naar Ik weet er alles van, dat was weer leuk. En daarna heb ik gekeken naar... Anoniem. Dat was super spannend. Ik dacht eigenlijk dat we aan de laatste aflevering begonnen waren. Dat was niet het geval, want we hebben er dus nog wel eentje. Misschien nog wel twee, ik weet het niet. Ik weet niet meer precies op welke we nu zitten. Ik heb mijn lens er eventjes ingeknald. Dus dat is fijn. De sporten heb ik dus niet afgemaakt, omdat ik dus net zou gaan sporten. En toen kreeg ik het bericht, ja, we gaan nu al rijden. Dus ik dacht, oh, chips, dat ga ik niet redden om dan eerst nog te sporten. Aangezien ik ook niet zo goed wist wat ik aan... Ja, ik wist wat ik aan moest trekken, maar ik zat te denken, moet ik een lange mouw onderaan doen of niet? Nou, uiteindelijk heb ik het maar niet gedaan. Het is niet super mooi weer vandaag. Dus ja, misschien dat ze het ook wel gewoon binnen vieren. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb wel even mijn nagels gedaan, maar ik heb nu al een chip, zie ik. Dus die ga ik er even gauw bij werken. Dat komt even omdat ik stress heb. Ik heb nog even gegamed gisteravond. Dat was ook wel weer leuk. En daarna ben ik dus een video in elkaar gaan zetten. Heb ik een blogpost geschreven. En toen ben ik met Sweet Magnolias begonnen weer. Het was wel even fijn. Er zat gelukkig wel een voorstukje voor. Want anders dan wist ik echt niet meer hoe het allemaal zat. Dus dat was wel heel fijn. Nou, daarna ben ik naar bed gegaan, ben ik in een nieuw boek. Oh nee, ik heb eerst nog CMC ben ik mee begonnen, want ik wilde nog een programma even kijken. En zat een beetje te kijken, ja, het meest op Videoland ken ik nu wel. Dacht, ach, ik ga wel CMC kijken, is ook wel leuk. Toen ben ik dus naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen. Ik kwam een beetje slecht in slaap, heb ook weer niet al te best geslapen. Maar dat heb ik altijd als ik weet dat ik de volgende dag wegga. Of gewoon de wekker moet zetten, dan heb ik altijd een moment van slecht slapen. Maar goed, het komt wel weer goed. Ik ga me gewoon even snel klaarmaken, mijn haar doen. En dan neem ik jullie mee naar de verjaardag straks van Lente. Dus dat is wel leuk. Dus ik ga dat nu even gaan doen en dan zie ik jullie strakjes weer. Nou, ik heb het allemaal gered en dit is het geworden. Het jurkje van de zeeman met mijn hakjes eronder. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik ben er wel weer blij mee. Dus mij loop ik in de zoomen, maar nou ja, goed, nu ga ik wachten tot ze er zijn. Heel hard. Nog harder. Nog een keer. Oeh, niet eentje met je neus. Dan gaat het goed. Nog een keer maar. Eén, twee. Dat is wat blauw in je. Dat is een blauw. Ja. Okay. Yeah. Ja. Ja. Zo van, ja. Oké. Ja, precies. Nee, niet de hele stempel erop. Zo. Ja. Gewoon lukken. Heb je het al geprobeerd dan?
Maar wat ben je altijd zo van het scheuren? Ga je weer open even staan? Ja, kom maar. Sorry, kijk eens. Hij is al een beetje open. Ja, maar het hoeft niet netjes, lieverd. Nee hoor. Trek maar open. Lekker open, hè? Was gisteren een dag. Gisteren had ik allemaal anders dan ik had verwacht. Ik had gisteren gewerkt. Ik was met Satan meegegeven, maar die moet op de laag weg. Papa? Die doet papa niet op. Laat eens zien. Even kijken even hoe ver ze ook zelf kan. Hier even openmaken met die ogen. Ja. Schudden, hè? Hier is misschien wel een asje. Ja, dat is leuk hoor. Ja, nou, hij is wel heel erg dicht gepakt. Wie heeft erin gepakt? Hier is een beginnetje, Lens. Ik ga scheuren. Bianca. Veel te veel plakband. Veel te veel plakband. Ja, maar ja, alle van jou. Ik wil Mimi ook. Oh, is het ook van Mimi? Oeh, dat is een... Laten we kijken. Wat wil je? Eerst. Oh, dat is hier. Dus pas ja, daarheen en daarheen. En nog één. Gaan we het openmaken? Ja. Was al niet thuis geweest. Nee. Ook een mini. Ja, dat heb jij goed. Dat kan je al heel goed zien op het kleine plaatje. Ja? Ook gefeliciteerd van opa. Ja. Ja, dat zei hij nog. Gefeliciteerd. Hoe het net was? Ja. Alweer. Nog iemand wat drinken? Hier kan je beginnen. Zie? Hier doe je zo. Ja, hoef niet te vragen. Maar jij hoeft niet te vragen. Nee. Ja, lekker. Daar kan het ja, ook. Ja, dat heb je goed gezien. Beetje omhoog. En de makkelijkste en mensen antwoorden. Dat scheelt gewoon. Water? Ja. Ja, ja, ja. Cola? Ja. Haal maar een water zo meteen in. Ik heb wel wijn. Ja, cola. Ik heb er nog. Ja, cola. Ze heeft nog even de tijd voor de liter. Net zeggen. Opa, een stukje papier. Ja. Papier hier. Laat lekker naar papa gooien. Dat is leuk. Nee. Staat wel een tas. Maar dan komen jullie niet bij. Hier. Lekker naar papa gooien, dat papier. Dat is leuk. Oh, het hard mogen. Bomba! Bomba! Bomba Bloem! Nee, Bomba! Mama, ik heb een bloemetje. Niet waar, echt waar! Huh? Ik heb Bomba. Ja, het is Bomba, hè? Nee hoor. Dat is leuk. Het is Minnie Mouse. Bomba. Nee, alleen maar Minnie Mouse papiertje, toch? En het cadeautje is van? Bomba. Bomba, ja. Ik dacht dat het cadeautje van Lent is. Bomba. Een cadeautje voor Lente van Bomba. Nee, van opa en Bianca. Ja, dat ook. Maar ze raakt zo. Oh, wat is moeilijk zeg. Hé, zou er nog in zitten? Daar waag jij niet aan. Ja. Wat is het? Weet je wat er staat, Lente? De Bomba trein. Ja, dat is leuk. Is het lekker? Ja? Is dat zo? Dat zou zo kunnen. Wat zijn ze? Ja, op het raam. Ja, je hebt ook andere stickers. Dat je die mee oh nee, vergeten. Ze zit in de tas. Oh, die komt dan nog. Hele leuke stickers. Ik ben ook raamstickers, hè? Ja, ik denk het, ja. Van de helikopters, van de politiehelikopters. En, ja, dat is waar. Dat ga je laten zien, hè? Ah, de crash kan de volgende keer. Ah ja, daar hebben we dan weer wat gegeven. Geef maar weer aan opa. Oh. Opa, alle papiertjes. Gaan we papa weer bekogelen? Ja, dat is goed voor Wendy. Wat is een papa bekogelen met papiertje? Ex, doen we zo. Boom! Oh, dat is echt. Hard, ja. Heel hard. Nee. Dan heb je een achterkant. Dat is echt. Achterkant gelopen. Wat? Ja, andere voet. Oh ja. Nee, de voeten zijn kapot. Ja. Maar dat is voor het eerst, toch? Ja. Ja, dat wel. Iedereen had ze moeten kapot. Maar ik heb erg. Oeh. Je had erop staat. Ja, daarom had ik ook nog zoiets van donderdag aan. Ik stopte mee. Ja, ik heb donderdagavond. Je fijn hier als dit. Hey, hey, hey.
Hoor je Disney mens nu? Pas op dat je valt. Opa is. Opa Mini. Kijk eens. Opa Mini. Opa Mini. Opa weer. Het is al je 50 bent geweest. We hadden al leuke foto's. Voor de 60. Voor de 60 is wel leuk. Duurt nog een paar jaar. Ga maar eens kijken. Wat zou je daar nou weer in zitten? Hij is net 57. Kom hier. Mimi. Ja, zeker. Heeft tante speciaal gekocht voor jou? Het is een mini-feest toch, Lente? Het is een mini-mousefeest, hè? Ook wat vasthouden? Wat zou het zijn? Ik denk een zee als ik het zo kijk. Een zee? Oh nee, toch niet. Oeh, is leuk. Dat zijn ook mooie puzzeltjes. Maar nu van Peppa Pig. Kijk. Ja, dat kan. Peppa en George. Dankjewel. Hij komt door met de wagen. Ja, precies. Oeh, wat zou daarin? Weer een Minnie Mouse papiertje. Ja, dat is leuk. Ja, hij zit maar lekker niet te plagen. Wij doen dat wel, hè? Ja. Nou. Oeh. Ja. Is mooi, wat is zeg. Wauw. Oh, een beker. Oh, hij zit een beetje vast. Kijk eens, wat een mooie beker. Opa. Letten. Ja, die is wel heel bijzonder. Kijk eens, wat een mooi papiertje. Ja. Deze snap ik dan ook niet. Nee, dat is heel mooi. Ja, dat is een heel mooi cadeautje. De achterkant heeft een plakbandje gehad. Ja? Nee, achterkant. Aan de achterkant. Kijk, je kunt de zijkant openmaken. Het plakbandje. Ja, even samen kijken. Oh, die ligt schuin. Ja, maar kijk je ook naar. Oh. Ja. Ja. Oeh. Aan deze kant kijken? Nee. Nee, maar dan rijden wij zo even door naar mama. Zij denken dat wij er nu natuurlijk zijn. Ja, maar dan rijden wij wel door, maar dan ga ik morgen niet. Want dan ga ik morgen de klus afmaken. Ja, ik ga morgen aan de kant. Ik hoor. Ja. Dat is een beetje wel hier. En dan... Zo, help je even mee? Tussen de middag, maar nou is dat vanmorgen toch al inmiddels geweest. Ja. Heel zachtjes doen zo meteen. Ja. Maar vanavond laat om te zien. Ik hoop dat zie je? Krijg je hem zo eruit? Zo is. Ja, goed zo. Ja, is het een... is het? Ja, ja, in zo'n doosje zit de armband van Jara straks. Dat klopt. Oh ja. Ziet het? Gaat dat lukken om Bianca helpen? Want dat is denk ik wel heel strak. Mag ik helpen? Ja, Bianca helpen. Oh. Ja. Watjes! Gaat hier maar naar tante. Eén, twee. Wat ligt er? Wat ligt ze erin? Wat is dat? Ze dacht echt dat ze nog wat is. Een armband. Wat mooi! En het is heel erg handig. Ja, zo leuk. Ja. Ja hoor. Oh, 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 die is smaak. Oeh, nog een keer. Ja. Ja, het is gelukt. Oh, wat open die was nou? Nog een. Oh. Nee, het zit wel wat in. Ja, oh. Hij glijdt tegen de rand, dan zie je dat. Ja, dat is een mooie tas. Ik ging er net overheen, denk ik. Oh, dat is leuk. Dat is wel handig, al die tassen. Kun je mooie cadeautjes inzetten. Nou, hè. Ja, voor een hoofd even wel. Dat is net een mooie strik van de... Ja, die loop jij niet te verkreuken. Hè. Speciaal bewaard. Oh, ja. Hè, papa. Zie je, ga je weer met je hè. Dat deed ik. Ik deed het. Hè? Iemand deed hè. Ik deed het. Maar ja. Maakt niet uit. Jij ziet het niet zo papa vaak. Toch. Oeh, wat is dat? Dat is mooi. Voor jouw baby. Wat is voor je baby?
die erop stond. Die was geen kennis. Wat is het? Ik wist dat je dit ging doen. Ze heeft toch een jongensbaby. Dus we gaan een beetje mixen. Het is een jongetje. Een beetje genderneutraal. Oh, dat wist ik ook niet. Ik dacht dat wist ik het wel. Maakt niet uit. Want als je die luier maar niet overdoet, zie je dat toch niet. Nee, ik dacht dat een meisje. Dan kun je alle kanten op. Precies. Dat wordt er niks uit. Zal ik hem even zo, een beetje zo, afhalen? Wil je dat? Ja. De kant heeft volgens mij ook nog een cadeautje. Dus je bent nog hartstikke druk. Ja, maar ook. Had ik al een handje naar jou. Geef me 30. Nee, snel. Nee. Wat is dat? Let it go, wow. Let it go. Wat is dat? Papa? Is dat ook voor jou, Pico? Oeh, de magische steen. De magische steen. Dat wil ik wel. Ah, nou is leuk. Officieel wel. Wat je nou betaald? Oeh, dat is het geen. Zie je dat? Nee, dat is zo. Dat is zo. Nee, nou ja, officieel ben ik vandaag vrij, maar ze hadden maandag niet zijn vrij. Nee, je bent niet officieel vandaag vrij. Je hebt vrij gehouden. Ja. Ja. Maar op zich kunnen ze ook niet verplichten. Ja? Hij plakt dat. Ja, hij plakt een beetje, hè. Kijk eens, als je hier wat plakt. Daar trekken. Heel hard. Ja, goed zo. Kantje. Ja, cadeautje. Ja, maar liever je kan toch vast ook opstaan. Ja, ik wil je best helpen. Hij kan niet lopen, hij heeft zijn mini-hakken aan. Ja, en ik heb een kind op schoot, dus dat vind ik een meer plausibele reden. Plausibel, dat klinkt plausibel. Zo, hè? Ja, dat vind ik heel plausibel, zei ze dan. Wie zei dat dan? Ja, zo'n vrouw op tv toen, dat was heel raar. Oh, wat is dat? Die was een beetje apart. Jij vindt heel plausibel. Dat is een mooi boek. Eens. Dat is ook een beetje. Je moet hem even beeld. Dat is eigenlijk een boodschap. Hij doet het toch nog. Waarom zijn er een luie hond? Dit komt er zelf op. Ja, dankjewel. Heb je nieuwe schoenen, Tom? Dat is ook redelijk nieuw, joh. Ja, maar gewoon, ja. Nee, ik herken het, want ik hoor die steentjes niet meer. Een hele oude. Ja. Maar die had je wel altijd aan. Ja, klopt. Ze lopen gewoon op fijn. Oh, les. Wat zou het zijn? Hey, brand. Lekker. Oh ja, lekker. Ja. Zal ik een beetje helpen? Ja. Kijk eens. Wow, dat is leuk. Wow. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben een beetje misselijk. Ik weet niet hoe het kan. Gewoon, ja, ik had eigenlijk al een klein beetje hoofdpijn voordat we gingen. Omdat er dus een beetje stress was. Maar uiteindelijk, ja, een beetje voor niks gestresst. Ik heb mijn sportsessie nog af kunnen maken en dat soort dingen. Dus het is allemaal nog wel gelukt. Want voordat, ja, we waren eigenlijk nu nog een beetje op de tijd wat we afgesproken hadden. Dus ik had voor niks gestresst, maar goed. Het was een hele leuke verjaardag. Lente is lekker verwend. Die heeft het heel leuk gehad. Lente ook nog even lekker geknuffeld. De jaren heb ik gewoon even geëit. Die was ook niet helemaal fit. Dus vasthouden komt later gewoon. En ja, ze heeft gewoon een superleuke middag gehad. En ze hadden natuurlijk ook al een hele leuke ochtend met elkaar. Mijn moeder had nog even wat dingetjes meegebracht. Die zal ik even laten zien. En ik heb het hier op tafel staan. Ik heb hier allereerst wc-papier. Die had mijn moeder even meegenomen bij de Action. Want daar is die heel goedkoop. Ja, dat kun je beter gewoon in huis hebben. Mijn moeder had even beschuit meegebracht. Ik dacht nog wat ik had, maar dat was dus blijkbaar niet meer zo. Nog, nog twee schablonen. Dus deze met hele mooie bloemen. En koffieroomcupjes, want ik had vergeten koffiemelk te kopen. Ja, uiteindelijk zou ik het nu waarschijnlijk wel redden. Maar ik dacht, ja, als we nog een kopje koffie drinken. Hier nog wat bakjes van de Boni. Die hadden ze nog, die hadden nog gespaard. Moeder gehaald en deze hele leuke nog. En nog een heel erg leuk plantje. En die ziet er zo uit. Kijk, in een gietertje. Dus die ga ik zo gelijk even, wacht even, dit zien jullie niet. Een leuk plekje geven. Dit hele leuke gietertje. Dus superleuk. Ik ga
ga hem heel even terugzetten. En dan ga ik hem zo gelijk even op de slaapkamer zetten. Hij is al heel mooi uitgebloeid. Want anders gaan de katten eraan zitten. Ik ga nu even lekker douchen. Ik heb het ook koud, want het, ja, het was toch best wel fris. Ga ik daarna wat eten regelen. En dan ga ik ook vanavond lekker op de bank. Ik ga vanavond de BNB voor liefde terugkijken. Ik denk nog wel eventjes gamen. Mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zit. Ik zal ook even de beelden naar Nathalie doorsturen, had ze gevraagd. En daarna ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En Parels en Zwijnen, dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan denk ik dat ik ook wel moe ben, omdat ik ook niet, ja, gewoon eventjes niet helemaal lekker. Maar goed, ik ga dat dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is vandaag 23 juli. Ik zit even lekker op de bank. Het is echt heel erg aan het waaien buiten. Ik verwacht ook nog wel wat regenbuien, maar voor nu is het nog droog. Ik ga zometeen even wat dingen doen. Ik heb namelijk gisteren een klein probleempje gekregen. Ik ging afwassen. Ik pakte mijn afwasmiddel uit de kast en er vielen wat schoonmaakmiddelen uit. Maar ik dacht, oh, die ruim ik straks wel even op. Daar was ik een beetje te laat mee, want nu heb ik dus een bolling in de vloer zitten, omdat mijn allesreiniger heeft gelekt. En dat had ik op dat moment niet door. Die doppen sluiten niet zo heel goed van de Ajax, of ik heb hem er verkeerd opgedraaid. Maar in ieder geval, ik heb dus nu een kleine bolling. En daar baal ik heel erg van. Dus ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, shit, kijk, dit is er gebeurd. Dus mijn moeder zei, misschien kan je het met de föhn even proberen. Dat als je de warmte op doet, dat hij nog weer wat wegtrekt. Dus dat wil ik zo wel eventjes proberen. Verder ga ik gewoon even heel goed stofzuigen hier, want mijn voeten zijn aan het vervellen, dus ik heb overal van die velletjes. En ik ga gewoon foto's maken, dus ik ga nog wel wat kleine klusjes doen. Nou ja, gisteren lekker gegeten. Toen ging ik de BNB vol liefde kijken. Ik baalde een klein beetje, want ik wist al dat er iemand weggestuurd zou worden bij Walter. En toen stond er dus in één keer op social media al wie er weggestuurd was. Dus daar baalde ik een beetje van. Sorry, het kaartje van mijn camera is vol. Die moet ik zo ook eventjes legen. Dus ik film nu even met mijn telefoon. Nee, goed, dat was dus een beetje jammer. Dus ik wist daarom al wel wie er weggestuurd werd. Toen kreeg ik een berichtje van Nathalie. Die zei, mag ik wat vragen? Maar ik vind het eigenlijk heel vervelend. Ik had die magische speen aan Lente gegeven natuurlijk voor haar verjaardag. Wist ook eigenlijk niet zo goed wat hij deze heeft. Dus een babyborn gekregen. Zat trouwens ook al een superleuk speentje bij. De speentjes van vroeger die zijn wel heel erg veranderd. Want ik weet nog dat je ook gewoon een standaard speentje erbij had. Die was prima. Maar tegenwoordig zit er dus best wel een luxe speentje bij. Toen gingen ze het speentje uitpakken en proberen. En Nathalie dacht dus dat als je het speentje in het mondje zou doen, de oogjes dicht zouden vallen. Maar eigenlijk gaf hij alleen maar licht en geluid. En Lente vond het geluid eng. Dus ze vroeg, zou Lente hem mogen ruilen? Ik zeg, nou ja, prima, weet je, dan stuur ik hem gewoon terug. Dat is verder geen probleem. Maar ze vond het heel vervelend om te vragen. Toen had ze dus met Lente al een beetje overlegd. Van nou, zullen we dan maar vragen aan tante of hij teruggestuurd mag worden. Dat je iets anders mag. Misschien kan je dan een toetoetautootje. Want ze had dus een toetoetbaan gekregen van de ijssalon. Ik zeg, nou ja, prima. Ik was eigenlijk ook van plan om zo'n toetoetautootje te geven, want er stond er een op het lijstje. Maar ik zag toen ik de cadeautjes kocht dat er geen van de banen was afgestreept. Dus ik dacht, ja, dan heeft ze ook niks aan zo'n autootje. Dus vandaar dat ik toen de speen heb gekozen. Nou, toen zijn we een beetje op onderzoek uitgegaan, want die autootjes die zijn dus niet zo heel makkelijk meer te koop. Ja, het is dus zo dat je... ja, het is weer iets heel populairs en vooral de Disney variant is heel populair. Degene die dan wel makkelijk te koop waren, daar had Lente dan weer niks mee. Goofy, Donald Duck en een aantal van Winnie the Pooh. Maar ja, Lente die wilde eigenlijk heel graag een Mickey Mouse. Nou ja, waar ze te koop waren, waren ze of super duur of gewoon niet verkrijgbaar. Uiteindelijk hebben we er eentje gevonden en die viel dan nog binnen het budget. Ze zei tegen Nathalie, wil je nog overleggen met Lente? Nee, zegt ze, bestel maar. Dus die heb ik nu besteld. Die komt morgen binnen. We zien elkaar dinsdag. We gaan dinsdag nog een dagje weg samen. En dan ruilen we hem om. Dan krijgt zij haar autootje. En dan stuur ik de speen donderdag terug. Dus ja, dat hebben we zo eventjes opgelost. Dus ja, goed. Dat was eventjes wat Nathalie vervelend vond. Ik ga even mijn kaartje legen. Hier eventjes lekker wat doen. En dan zal ik straks ook nog even de fotospullen laten zien. Dus dat ga ik nu maar eens eventjes doen. Ik heb de fotospullen. Ik heb hier het, de Hot Mocha Eyeshadow Palette van Catrice. Dan heb ik hier de Lash Like a Boss Instant Volume en Length Mascara van Essence in de mooie roze huls. En alvast twee
matte lipcreams van NYX van de Barbie collectie. Die andere doe ik even apart, want die passen niet helemaal bij omdat het een ander product is. Dus hier ga ik maar even foto's van maken. Dat vind ik wel leuk. Dus ja, dat gaan we even doen. Zo, ik heb even wat was boven opgeruimd. Dat was wel fijn. Groenten afgehaald. Foto's gemaakt. Nu heb ik echt onwijs last van mijn buik. En ja, het hoort er altijd bij, maar het is altijd wel even pittig, vind ik. Tenminste, ik ervaar het altijd wel als veel pijn. Katten hebben net lekker gegeten. Dus die zijn ook weer blij. En ik heb even wat was opgeruimd. En even met Nathalie ook geappt over ons uitje. Dus dat is ook allemaal wel weer fijn. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nathalie vroeg of we vanavond nog even konden gamen. Dus dat kan op zich wel. Maar ik wil eigenlijk ook wel even Hudson en Rex kijken. Dus nou, het gaat allemaal vast wel lukken. Dus dat komt wel goed. Dan ga ik foto's bewerken. Maar ik moet ook nog verder met de vlog. Want ik heb echt nog te weinig daarvoor gedaan. Omdat gisteravond zijn we ook nog even gaan gamen. En dat werd even iets later dan gepland. Nou ja, dat geeft soms niet. Maar daarom moet ik eventjes nog wel verder met de vlog. Dan ga ik verder met Sweet Magnolia's. En daarna weer van Spy kijken. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen. Wel een leuk boek. Dus je moet wel even wennen. Want het gaat ook een beetje over voet. Ja, het is ook weer een beetje met voetdrugs. Maar het is een hele andere reeks als wat ik toen heb gelezen. Want dit speelt zich dan wel af in Engeland. Maar goed, dat ga ik wel even mee verder. Ik denk dat Nathalie hem ook wel leuk vindt. Dat had ik haar al gestuurd. Dus dat eigenlijk. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even relaxen, wat drinken en dan even rustig aan. Want ik ben ook een beetje moe. Maar toch dan ja, op zich vannacht wel redelijk geslapen. Voordat ik naar bed toe ging, zag ik echt zo een zilvervis op mijn slaapkamer. Dus die heb ik ook verwijderd. Dus ik zit even te kijken. Misschien dat ik een toch hier in huis meer vochtverdeters moet neerzetten. Dat ze daar toch op afkomen. Dat ik het misschien toch in meerdere plekken in huis heb. Maar moet ik eventjes kijken. Dan ga ik even uitzoeken. Ik ga jullie nu in ieder geval verlaten. En ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 24 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik werd wakker met een flinke hoofdpijn. Dus ik heb even een aspirine genomen. En nu ga ik zometeen gewoon aan de gang. Het is heel gek. Mijn moeder heeft de kattenbakken gedaan. En ze ruiken eigenlijk nog steeds niet. Ze worden wel gewoon verschoond. Maar ik weet niet. Het lijkt wel erop alsof mijn moeder iets anders heeft gedaan. Maar ze ruiken nu echt nog helemaal niet. En normaal gesproken heb ik toch echt altijd op maandag wel dat het echt flink begint te ruiken. Eigenlijk op zondag of zaterdag al. Maar dat was nu ook niet. Maar goed. Ik ga het zo ook wel weer gewoon doen. Gisteravond heb ik Hudson en Rex gekeken. Was een mooie uitzending. Daarna heb ik nog even gegamed met Nathalie. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn roze. Dat is dus dat lakje. Waar heb ik hem nou? Van de Oh Happy Daisy collectie. Het is deze. Ga je scherp stellen? Nou, waar heeft hij last van? Zo, kijk. Die. Deze heeft de naam 03 Oopsie Daisy. Dus ik vind het een heel leuk kleurtje. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog één nieuwe maken. Ik heb nog even aan de vlog gezeten. Want die heb ik zaterdag niet heel ver afgekregen. Toen ben ik de Sweet Magnolia's gaan kijken. En van Spijken. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik merkte dat ik best wel moe was. Nou, ik ga zo gewoon even de standaard dingen doen. Ik ga dus de bakken doen. De gang, de douche. Ik moet even de spullen klaarmaken voor morgen. Morgen ga ik dus een dagje weg met Nathalie, Lente en Yara. We gaan naar het Dolfinarium toe. Dus daar moet ik even alles voor klaarmaken. Dus dat is wel super gezellig. Ik heb dus kaartjes via die Plus app met die vouchers. Dus dat is wel super leuk. Daar konden we heel goedkoop al naar binnen. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik heb nog wat dingen gedaan. Al die zal ik jullie eventjes laten zien. En dan zal ik straks nog even het cadeautje laten zien van Lente. Want die is binnengekomen. Maar goed, ik ga nu eerst even muziek aan doen en eventjes aan de gang. Dus eerder ben ik ook weer klaar.
Nou, dit is dus de plek waar die dus bol is gaan staan. Dat voel je ook heel erg. Ik ga even proberen of het met de föhn lukt. Ik weet natuurlijk niet of het effect heeft, maar ja, niet geschoten is altijd mis. Ik kan het in ieder geval proberen. Op Google staat niks om dit te verhelpen. Dus nou ja, ik ga gewoon even kijken of ik het eventueel kan wegkrijgen met de föhn. Nou, zoals je kan zien heeft het niet geholpen. Ik heb er echt wel een tijdje op gezeten. Maar ja, misschien dat het nog wegtrekt. Maar ik denk dat ik ermee moet leren leven. Ja, dan zou je het kunnen vervangen. Maar ik weet niet of ik dat kan. Het is allemaal super goed gelegd. Dus, nou ja, goed. Ik moet maar eventjes kijken. Mochten jullie nog tips hebben hiervoor, hoor ik het graag. Als het kan, zonder dat ik de planken moet vervangen. Maar ik ben er bang voor. Nou, ik heb hier dus nu dat nieuwe autootje voor lente. Het is dus van Toetoet Autootjes. En dan moet je op hem drukken en dan gaat hij dus. Kom, kom, kijk me gaan aan de kant, ik kom er aan. Ik reis super graag, kom ga mee op reis vandaag. Zingen. Dit is mijn allermooiste auto. Nou, die zal ik even inpakken. Oude kleur. Ik denk dat ze het wel heel leuk vindt. Zo, ik heb alles lekker klaar. Ik heb mijn kleren al naar beneden wat ik morgen aan wil. Schoenen staan klaar, de tas is ingepakt. Dus dat is allemaal eigenlijk best wel goed gelukt. Ik zal alleen nog even een fles drinken vullen. Die zet ik dan vanavond even koud. Die moet er dan nog bij, maar die kan aan de zijkant. Even nog het cadeautje voor lente inpakken. En dan ben ik eigenlijk wel helemaal klaar ervoor. Camera zit er al in, mijn grote camera dan, want ik wil graag wat foto's maken. Deze camera moet even opgeladen worden en dan kan er ook de vlogcamera mee. Dus ja, je neemt toch altijd best wel veel mee. En we nemen zelf ook wel wat drinken mee. Kijk, wat je ervan drinkt, dat weet je niet, maar anders gaat het gewoon weer mee terug naar huis. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb alles lekker weer klaar, dat was ook wel fijn. Ik heb de droger aanstaan, merk wel gelijk dat dat natuurlijk weer heel veel warmte geeft. Maar ik had de handdoeken was vannacht voor vannacht ingesteld. En die was klaar, dus die heb ik nu mooi in de droger zitten. Want die krijg ik anders niet droog en daar worden ze ook wel wat lekker zacht van. Hoofdpijn is nog steeds aanwezig helaas, dus die trekt me niet heel erg weg. Dus ik hoop dat het straks iets beter gaat. Ik ga zo even lekker relaxen. Straks eens lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon beter alles van kijken in de BNB Vol Liefde. Misschien nog even een spelletje doen, maar het ligt ook een beetje aan mijn hoofdpijn. Ik moet de video van morgen nog in elkaar zetten. Ik moet nog een nieuwe foto maken voor mijn blogpost. Nou, dan ga ik gewoon nog eventjes Sweet Magnolia's kijken van Spike. Ik denk nog heel even lezen en dan ook slapen, want we zullen wel weer een beetje op tijd vertrekken. Maar goed, dat zien we dan morgen wel. Ik ga jullie in ieder geval dan ook gewoon meenemen. Ik ga voor jullie in ieder geval afsluiten, want ik heb echt hoofdpijn. Dus ik ga even wat drinken en dan ga ik even relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede morgen op deze dinsdag. Het is 25 juli. Ik ga me even klaarmaken, want we gaan zo ook naar het Dolfinarium toe. Super gezellig. Super veel zin in. Heel erg benieuwd welke Lente het vindt. Die is er ook nog nooit geweest. En nou ja, ik ben er vroeger als kind ook wel geweest hoor. Maar nou ja, ik ben wel benieuwd. Dus ja, super leuk. Ik heb gisteravond gewoon, ik weet er alles van gekeken in de BNB Vol Liefde. Maar ik was een beetje in de war. Ik dacht dat ik beter alles van al met kindjes zou zijn. Maar dat is volgende week, want een nieuwe quiz start op 7 augustus. Ik dacht dus dat het startte op 1 augustus. Maar dat klopt ook niet, want het is volgende week maandag volgens mij pas de 31ste. Dus, nou ja, goed. Maakt ook niet uit. Het was nog wel weer leuk. Ook weer gewoon een recente uitzending. Ik heb mijn lens er even in gedaan. Dus dat is wel fijn. Daarna heb ik de BNB Vol Liefde gekeken. Dat is ook wel weer leuk. En toen ben ik... Heb ik nog heel even gegamed. Toen ben ik aan de gang gegaan met de video. Die komt vandaag online. En tuurlijk heb ik weer. Ik heb weer een vuist. Daarna even mijn blogpost geschreven.
Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken en daarna Van Spijk. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik heel even gelezen. En toen ben ik ook gaan slapen. Ik wist natuurlijk al dat als ik een dagje erop uitga, dat ik meestal slecht in slaap kom. Maar het ging op zich wel nu. Nou, ik ga jullie vandaag gewoon meenemen. Kijken in hoeverre het lukt. Ik wil ook wat foto's maken, want ik heb mijn camera bij me. Dus dat vind ik ook wel leuk. Wie weet, als je hele mooie foto's hebt, dat je nog een keer een albumpje kunt laten maken. Het zijn toch altijd wel leuke dingetjes om te hebben. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. Dus ik ga mezelf even verder klaarmaken. En dan neem ik jullie vandaag gezellig mee naar het dolfinarium. Ja, we moeten wel even lopen, anders komen we niet bij de dolfijnen, schat. Oh, je bent wel jong. Je doet het hartstikke goed. Volgens mij heb jij een beetje trek. Je gaat zo lekker even wat eten. Als we binnen zijn. Ja, maar mensen doen zo ongeduldig. Voor deze kant is het, maar we gaan niet zo hoog van berg op. Hadden we wel gedaan, ja, dat weet ik wel. En we zijn op het einde
toen weer naar het park. Dus om 11 uur waren we pas binnen. En dan verder wat laten zien, hè? Wat wil je laten zien? Lente, wat wil je laten zien? Wat heb jij? IJsje. IJsje. Soft ijs, hè? Met disco dip. In een mooie beker. Voor thuis. Lekker? Ja. Ja. Het afdak. Hij vindt het te heet in de zon. Nee, wil je niet? Nou, gaan we inkomen. Oh, maar een slokje drinken. Wacht, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ik weet niet of je dat lust. Kijk, hier is hij ook. Zijn hoofdje boven water. Oh, hij ging een beetje hard. Ja, nog één. Ja. Leuk, hè? Kijk, ze gaat over de krabben. Ik ga hem nog een keer doen. Goed zo, jongen. Oh, jongen, zo vol horen van dat ding. En hoe diep is het hier? Ja, super diep. Kom staan. Laten jongen. Ja, laat hier. Ik dacht, daar heb je. Ja, ik dacht door. Oh, ze staat stil. Ja, dan moet je terug, hè? Of hier blijven staan. Kan ook. Dan laat ik je hierachter. Kan ook. Ja. Ze weet niet hoe ze terug moet. Thank you.
kan volop genieten. Ik hoef niet op visite, want ook al ben ik thuis, ik ben in iemand anders huis. Hallo. Doen jullie mee? Ik ben een kreeft, maar geen gewone kreeft. Ik ben een kreeft die in niemand anders huisje leeft. Niemand in zee die ook zo leeft. Niemand als de heremiet kreeft. En jij met hem een herend. Ik ga naar het huisje en dan... Tijd om te eten. Wat zeggen we dan, Lente? Eet smakelijk. Zo, ik ben weer lekker thuis. Alweer eventjes. Ik ga zo meteen eventjes lekker douchen. We hebben een hele leuke dag gehad. Ja, het begon eigenlijk allemaal gewoon ook wel prima. En alleen qua eetgelegenheden was er niet zo heel erg veel. En het viel een beetje tegen met de toegangskaarten. Ik had het bij elkaar gespaard voor met de Plus-app. Er stond bij dat je voor 8 euro naar binnen kon. Nou, we hadden echt heel veel vouchers. En uiteindelijk was de prijs veel hoger dan aangegeven was. Dus we waren toch nog best wel veel intrek geld kwijt. Vooral voor een kind vond ik 16,50 euro echt heel veel geld. Want een volwassene mag goedkoper naar binnen. Goed. Qua eetgelegenheden viel het een beetje tegen. Natalie kan niet alles eten. Zoals kibbeling en zo kon je wel halen. Uiteindelijk ook wel, geloof ik, patat. Maar ik zei tegen Natalie, ja, er is een kans dat het misschien allemaal in één en hetzelfde vet gebakken wordt. Ik heb dat wel eens gehoord. Ik weet niet of het daar zo was. Maar ja, als dat zo is, dan kan ze er helemaal niet tegen. Dus qua eten hebben we eigenlijk niks gekocht. We hadden zelf wel, Natalie had wel broodjes mee en we hadden ook wel wat snoepjes bij ons. Dus dat hebben we ook wel gedaan. Toen hebben we wel een ijsje gegeten. Maar dat eigenlijk allemaal niet. We zijn wel naar de dolfijnenshow geweest, die was heel leuk. En later nog naar een show over een zeemeermin, dat was heel leuk. Maar het was wel allemaal heel erg veranderd als in de tijd toen wij er als kind kwamen natuurlijk. Ja, dan spreek ik echt over jaren terug. Maar toen had je ook een hele leuke show met zeeleeuwen. Nou, die show die was dan om 2:30 al de laatste show. Dat sluit allemaal, dat is zo kort op elkaar dat je dat allemaal niet redt. Bij de dolfijnenshow kregen we nu ook echt muntjes. We konden alleen de show van 12 uur nemen en niet die van 3:30. Daar had je weer een ander kleur muntje voor nodig. Dat was allemaal wel een beetje pittig. Ja, net wat ik zeg, qua eten is het gewoon best wel, ja, toch wel schaars. Je moet ervan houden. En ja, dat is allemaal best wel jammer. Ik heb nog wel wat meegekregen, wat dingetjes gekocht. Die zal ik zo eventjes laten zien. Maar verder hebben we een hele leuke dag gehad. We hebben toen uiteindelijk maar afgesloten bij McDonald's. En toen, Natalie was ook echt wel moe. Dus die is lekker, zijn we ook naar huis gegaan. Lente was trouwens heel blij met de autootjes. Heeft de Speen al meegenomen. Dus die kan ik weer terugsturen. Ik zal even die spulletjes pakken. En dan zal ik dat even laten zien. Nou, we hebben allereerst een herbruikbare koffiebeker gehaald. Deze kon je kopen. En dan kon je hem eigenlijk de hele dag door gratis vullen. Op zich heb je het geld er wel uit, want ik heb 3 keer cappuccino genomen en 1 keer chocolademelk. En een cappuccino was al 3,35. Natalie heeft alleen maar thee gedronken. Koor had je ook best wel veel smaakkeuzes in, dus die ga ik zo gelijk afwassen. Ik heb uit zo'n automaat 2 muntjes gehaald. Ik vind dat altijd heel leuk. Ik heb hier een dolfijnenmunt. Die doe ik dan in een bakje. Ik vind dat leuk. Er staat dan op de achterkant ook dolfinarium. En deze, die is dan van 5 cent gedraaid. Die is ook wel heel leuk. Dus die. En in het winkeltje heb ik, even kijken hoor, dit setje gekocht. Er zit een magneet en een kaart. Ja, ik vond deze magneet het leukste. Ze hadden best wel veel. Maar ik vind het dan toch leuk als er dolfinarium op staat. Ze hadden ook gewone magneten met gewone dolfijnen erop. Die waren ook wel heel leuk, maar er stond dan eigenlijk niet specifiek dolfinarium op. En ik vind het toch wel leuk dat je kan zien waar je hem weg hebt. Dus die. En ik heb een beker. Die vond ik gewoon heel leuk. Ze hebben hem heel netjes ingepakt. Met een A van dolfinarium staat er op. Dus dat is allemaal wel heel leuk. Dat was het. Ik ga nu zo lekker douchen. Dan ga ik lekker, ik weet er alles van, kijken in de BNB voor liefde. Misschien nog even gamen. Ik ga de vlog verder afmaken. Het ligt eraan of ik de beelden van Nathan nog compleet heb. Zou ik nog een beeld van krijgen. Dan ga ik lekker eventjes mijn foto's bewerken. Mijn Netflix-serie kijken.
van Spike een stukje boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Want ik denk dat die echt best wel lang is geworden. Maar dat ga ik zien met editen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!